Dit is het dan, de Next Mini, de nieuwe mediabox van Ziggo. Vandaag 18 april 2022 geïntroduceerd. En wat is die klein, lekker mini. Hij past gewoon in mijn hand. Ik vind hem zelf echt wel mooi uitzien. Stoffen bovenkantje, een stevige kunststofbehuizing van gerecycled plastic gemaakt, las ik. En aan de achterkant zit gewoon alleen maar een USB en een HDMI-aansluiting. En mijn eerste gedachte was natuurlijk, waar is de coax-aansluiting? Zit er niet meer op bij deze. Dit is gewoon volledig via internet. Als je Ziggo internet hebt, dan kan hij dus of via de wifi zijn signaal krijgen, of via een aansluiting via de voeding. Hier loopt uiteraard nog een USB-verbinding tussen het kastje en intussen. Maar hier kun je dus gewoon een ethernetkabel op aansluiten voor een vaste verbinding. Zelf heb ik dat ook altijd het liefst, want wifi kan misschien een keer wat tegenvallen of zo. En met een kabelverbinding heb je echt nooit nergens last van. Uiteraard zitten er kabels bij. Hè. Je krijgt er een HDMI-kabel bij en een USB-kabel. Best lang, om hem eventueel ergens in een kastje te zetten. Maar er zit ook een klitbandstrip bij. Toen dacht ik, dat is bedoeld om hem eigenlijk achter de televisie weg te werken. En ik had gelukkig nog wat korte kabeltjes liggen van een ander projectje. Kijk, en dan kun je hem dus gewoon eigenlijk achter je televisie zo aansluiten. En via deze Bluetooth-afstandsbediening kun je hem gewoon bedienen. Nou, perfect, ideaal. Deze MediaBox Next Mini gebruikt in bedrijfsstand maar 3,9 watt. Nou, dat is eigenlijk voor de meeste tv's prima, want die leveren gewoon 5 watt op de USB. Dus dat gaat gewoon. Zet je hem eigenlijk uit in een soort slaapstand of standby, dan gebruikt hij maar 2,9 watt. Maar er zijn ook twee nog energiezuinigere standen. Maar dan duurt het opstarten van het aanzetten weer wat langer. En de middelste stand, dan is het 10 seconden opstarttijd en is het maar 0,9 watt. En in de eco-modus, dan is de opstarttijd ongeveer 20 seconden, is het maar 0,5 watt. Maar als je hem op de USB van een televisie aansluit, dan duurt dat iets langer, omdat hij dan eigenlijk het hele systeem weer helemaal opnieuw op moet starten. Maar goed, de meeste televisies hebben ook wat tijd nodig als je hem aanzet, zeg maar, om op te gloeien als het ware. Dus dat merk je dan niet. Maar dan kun je hem mooi verstoppen achter je televisie. En dat vind ik fantastisch, dat je alleen maar een afstandsbediening hebt. En de menubesturing, de user interface, dat is eigenlijk precies wat je met de Next Mini gewend bent. Gewoon goed, lekker, snel, soepel, overal doorheen. Opnemen in de cloud, werkt allemaal. De apps installeren, dus ook gewoon Netflix, Viaplay. Precies zoals in de Next het werkt. En dat is echt fantastisch. Hij heeft ook 4K, dus dit is volgens mij het beloofde land wat je allemaal natuurlijk wil hebben. Maar bij introductie is die alleen standaard bij TV Start als je een nieuw abonnement neemt. En je kunt ook een tweede en een derde mini erbij nemen als je een tweede en derde TV ook zo'n box wil hebben. Heb je nou bijvoorbeeld een TV Max of het middelste abonnement. In dat geval is het nog niet mogelijk om deze als eerste box te krijgen. Alleen nog maar als tweede en derde box. Ziggo wil het blijkbaar even wat rustig aan in opstart. Maar Ziggo heeft mij wel gezegd, dat gaat komen. We weten nog niet precies wanneer, maar het gaat komen. We doen gewoon even rustig aan met start. Gaan we beginnen. En dan vanzelf komt hij ook bij de andere pakketten. Dus dit is even een korte review. Ik kom nog met een uitgebreidere aanvullende review hoe het menu eruit ziet.